Directeur voetbalzaken maak Overmars verwacht dat Mitchell Dijks de enige speler van het eerste elftal is die in de winterse transferperiode zal vertrekken bij Ajax. Hij gaat zijn weg wel vinden, zegt Overmars woensdag tegen voetbal International Over Dijks bij het trainingskamp van Ajax in het Portugese Lagos. De 24-jarige Dijks begon medio 2015 na zijn tweede periode bij Ajax, de club waar hij een deel van zijn jeugdopleiding genoot. Vorig seizoen werd hij het laatste half jaar verhuurd aan Norwich City omdat hij niet op speeltijd hoefde te, te rekenen onder de toenmalige trainer Peter Boos. Ook deze jaargang leek de Noord-Hollander op een zijspoort te belanden en in de zomer mocht hij vertrekken uit Amsterdam. Door blessures van andere verdedigers kwam de linksback in de eerste seizoenshelft toch nog tot negen competitiewedstrijden. Maar inmiddels heeft Ajax met de Argentijn Nicolas Tagliafico, 25, een nieuwe linksback vastgelegd. Amini Aminioannis, Amin die een aflopend contract heeft in de Johan Cruyff Arena wel oren heeft naar een transfer. Hoeft voorlopig niet te rekenen op een vertrek. Qua buitenspelers is het momenteel een bezet bij ons, dus we laten hem niet zomaar gaan, stelt Overmars. Er is ook interesse voor keeper André na. Maar Ajax wilde Cameroen naar deze winter niet laten gaan. Hetzelfde geldt voor aanvallers Justine Kluivert en David Neres. Overmars bevestigde woensdag berichten uit België dat Ajax een poging gewaagd heeft om Hassan de banden deze winter al over te nemen. Begin december verzekerden de Amsterdammers zich voor ruim 8 miljoen euro van de zomerse komst van de speler van KV Mechelen. Maar Ajax hoopte de 19-jarige aanvaller uit Burkina Faso al per direct te kunnen halen. Maar KV Mechelen heeft het zwaar en ze willen hem nu niet kwijt. Al Aldus Overmars, de directeur voetbalzaken, sluit niet uit dat Ajax naast Tagliafico nog meer spelers gaat halen deze maand. Er valt nog wel wat te verwachten, maar dan misschien ook met het oog op volgend seizoen zoals met Perschus, die in de zomer overkomt van Fortuna Sittard, Red en Bande. Ten Hag Ajax is tot en met zondag in de Algarve. Zaterdag speelt de ploeg van de nieuwe trainer Erik Ten Hag oefenwedstrijden tegen het Deenseling BK en het Duitse MSV Duisburg. Ajax, dat tweede staat op vijf punten van koploper PSV. Hervatte de Eredivisie op zondag 21 januari met een thuiswedstrijd tegen van Feyenoord.